Verderop stonden drie vrouwen. En die stonden iets te stampen. Nou, je kent dat beeld wel. Daar staan ze. Prachtig gezicht. Op de maat, hè? Een soort van vijzel. Zo heet dat, denk ik, toch? Zo'n vijzel. Boomstam. Pop. Pop. En ik keek en ik denk, ah, het is moes. Het was helemaal. Je zag niet wat het was. En die vrouwen daar, niet naakt, maar ze hebben alleen een rok aan. Dus hier, niks. En echt waar, ik weet zeker als die vrouwen in het Westen hadden gewoond, dan hadden ze geklaagd over één ding. Mijn borsten hangen een beetje. Echt, ik heb daar vrouwen zien met handtieten tot over de knie. Serieus, hele dunne lange handtietjes zo. En dan keek ik, denk, wat is dat? Dreadlocks? Nee. Ik zag het niet. En die vrouw gewoon werken met dat ding zo. En een van die vrouwen, die tiet, schiet in dat ding. En ze doet, pat, out! Haalt hem eruit, gooit hem zo, hup, achterover die andere ook. Hupskee. Niks aan de hand, man. Dus mijn gids komt, ze zegt, leuk hè? Ik zeg, wat? Nou, ze zijn een feestmaaltijd voor ons aan het maken. Ik zeg, oh, ik zeg, maar ik kan dat niet eten. Ja, ik wil niet lullig doen. Ik zeg, maar dat kan ik echt niet eten hoe ze dat hier... Nou, zegt ze, dat Jeep, dat kan echt niet, hoor. Dat is een belediging. Ik zeg, dat zal wel, maar ik zeg, ik heb een zwakke maag. En dat is geen smoes, ik heb echt een zwakke maag. Als ik iets eet wat niet goed valt... echt, met een snelheid dat wil je niet weten. Echt, repetet. En dat wil je niet. Je wil niet aan het diarree midden in die rimboe. Want een wc hadden ze wel, maar wc, gat in de grond. En die was niet daar in het dorp, veilig. Nee, die was uit het dorp. Er was 3 minuten lopen de bush in. Daar was de wc. Dan zag ik het al vol me dat ik er s'nachts uit moest. In mijn eentje. Jij gaat niet meer wakker maken. Hé, kun jij even meelopen, man? Hoezo? Ik moet even poepen, man. Kom maar even mee, man. Dat doe je niet meer als je 37 bent. Waarschijnlijk als je diarree hebt, heb je niet eens de tijd om het te vragen. Hop! Kom! Oh! Loop je dan met je zaklamp van de zeeman op zoek naar een gat? En als dat ding uitvalt, is het donker, hè, daar. Ga aan. En eindelijk aan, weet je, dan heb je dat gat gevonden. Dus je bent toch een beetje opgelukkig. Oh, ik heb het gevonden. En dan valt die hele lamp uit elkaar. De lamp valt eruit, de batterijen van achteren. Je ziet niks meer, het is pikken donker. En dan hoor je ineens iets naast je. En dan doen mensen altijd... Hallo? Altijd, hè? Hallo. Ik denk, wat voor tekst is dat, man? Wat verwacht je nou terug te horen? Hallo! En hallo klinkt al bangig. Je moet niet bangig zijn. Dus geen hallo. Joehoe! Joehoe! Ik denk, ook geen joehoe. Het is een bos. Misschien is het een homo-ontmoetingsplekje. Tada! Joehoe! Het eerste wat ze zien is volle maan. Joehoe! En ik denk, nee. Ik denk, nee, zolang ik het niet eet, gebeurt er ook niks. Ik ga gewoon niks aanraken, er gebeurt er niks met me. En je zag op een gegeven moment, het eten was bijna klaar. En die mensen die kwamen allemaal zo bij elkaar zitten zo. En ze kregen allemaal te eten. En ik zat als enige, ja, ik ga het niet eten, hoor. Ik ga het niet eten. Ik voelde me verwend. Maar ik dacht, ik ga het echt niet eten. En toen kregen we een soort van bord. Het was niet echt een bord, een bladachtig ding. En er werd zo dat ding erop gegooid, zo flatsen, flatsen. Die andere ook flatsen. Ik denk, ik kan wel even ruiken, toch? Dat kan wel. Wow. Ik heb het niet gegeten. En dat zagen ze, want zij waren allemaal aan het eten. En ze zagen mij niet eten. Dan begonnen ze, oké. Het verspreidde zich zo. Toen keken ze me allemaal aan. Ik zeg, I have Ramadan. Toen heb ik ze ook uitgelegd wat het was. Toen hebben ze gewacht tot de zon helemaal onderging. Ja, wat nu? Er zaten 2 kleine jongetjes naast me. Die hadden hun bord, jongen, al heel snel op. En ik deed in één keer zo mijn bord plop op hun. Ik zei, zo, eet maar lekker op. Daar word je groot en sterk van. En dat zagen ze. En toen zaten ze echt, oké, mee. Kom op met ze mee. Ik zei, pap. I have een slechte maag. Le stomage. No good. No. When I eat, manger, hap. Something geks, hè. Als ik iets lulululul geks. Something goal. Then I frats. I retketet. I form. I race. And the race. Meow, meow, meow. I. En dan jullie. Woe. En dan de bomen hier. De bomen. Ja. Natuurramp. Al Gore nog zo'n film maken. En gelukkig hadden ze begrip voor. Ja, en dat vind ik zo mooi aan die mensen. Die begrijpen dat gewoon. En 2 uur later, jongen, ik kreeg honger. Oh, ik had niks gegeten. Maar gelukkig, ik had de crackers van de vlucht. Heerlijke crackers. Ja.
Nou, de zon gaat onder. 2 uur later gaat iedereen terug naar zijn hutje en dan gaan ze slapen. Ik dacht, wat een mooi leven, man. De zon gaat onder, je gaat slapen, de zon komt op en je wordt wakker. Wij sliepen op stretchers. Die hadden we meegenomen zelf en we waren met z'n 5. En die zaten op de binnenplaats, zo naast elkaar, allemaal een stretcher. En allemaal je eigen klamboe. Want wat je ook doet, als je in Afrika buiten slaapt, neem een klamboe mee. De naam zegt het al, hè? Klamboe! Schrik al die beesten af. Want ik ben niet bang voor dieren, ik ben bang voor die kleine rotinsecten. En vooral die lange, die hele langarts met heel veel poten en die zo slijm achterlaten. Of die met die dingetjes, weet je? Dat je denkt, waarvoor is dat? Dat is om jou te prikken, man! Of, helemaal erg, die kleine snelle, die zo eerst aankomen vliegen, zf, en dat je denkt, hups, hop, 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 zit in mijn oor! En dat mensen, zit in mijn oor, dus kijk in mijn oor. En mensen zeggen, ik zie niks, maar jij hoort, ah, hij zit in mijn oor! Oh, jongen, dan word ik helemaal gek als ze in je oor gaan zitten, oeh. Dus ik had me ingesmeerd. Kijk, de rest had me uit te lachen. Arne Diep, doe normaal. Ik had date meegenomen. Het sterkste date wat er maar bestond. Dat was echt zo sterk, het onthaarde. Echt waar, ik dacht, jezus. Echt, ik had niet vroeger een tatoeage van een oorlogsschip. Daar is een ankertje van overgebleven. Ik heb mijn kleren aangehouden. Ik denk, hupsakee, kleren aan. Zou je doe niet zo gek. Ik zei, nee, sorry, ik hou mijn kleren aan. Ik denk, ik kan best in mijn kleren slapen. Ik had sokken meegenomen, 42 graden overdag. Ik denk, what the fuck, gewoon sokken aan. Hupsakee, zo die broekspijp, zo in die sok. Capuchon, ik had zo'n jas met een capuchon, zo helemaal dicht. Oordopjes uit het vliegtuig. Hier komt ook niks in. Ja, ik ben niet gek. Want die insecten daar zijn ook iets groter als hier. Hier hebben we ook insecten, hè? Zzz, niks aan de hand. Maar in Afrika, als er een insect overkomt vliegen, hoor je... En die gaat gewoon op een tak zitten, naar jou kijken tot je in slaap valt. En als het maar lang duurt, dan vraagt hij het gewoon. Hey, slaap je? Nee! Sst, dus op een gegeven moment ik lag op mijn rug en ik begon te hallucineren. Jongen, ik denk, wat gebeurt er nou? Ik word stoned. Malaria-tabletten. Die had ik geslikt en er stond nog, pas op, bijwerking. Wat bijwerking? Werking! De hele nacht! Aguna Madada! Chagadulu! De hele dorp hield ik wakker, man! En uiteindelijk was ik gewoon moe van mezelf. En toen viel ik in slaap. En toen hoorde ik die man die naast me lag, die zegt... Najib, kijk je uit voor de Nagoragora-spin? Wat? Helemaal vergeten, beest. Ik weet niet, mensen kennen mensen de Nagoragora-spin? Heel klein spinnetje. Als die op je huid komt, bij mens en dier, dan gaat die onder je huid zitten. Dus die graaft zich onder je huid. En wat doet hij daar? He? Wat doet hij daar dan? Plopper de plop. Oh ja, meneer de burgemeester. Stil. Die legt daar zijn eitjes, want het is daar namelijk warm en vochtig. En die 2 of 3, die legt er een paar honderd. En die komen uit. 17 dagen duurt het. 'S Morgens word je wakker met een bult. En je denkt, ah, ik ben gestoken. En als je er niks aan doet. Dus als je niet heel snel naar een spindokter gaat. Of een veearts. Of een spindokter. Iemand die verstand van heeft. Dan komen ze na 17 dagen uit. En 's nachts. Dus je ligt te slapen. En je hebt je arm zo ineens. En dan komen er gewoon allemaal spinnen zo uit je eigen arm. Zo duizenden. Die gaan zo. Ah! En daar ben ik bang voor. En die spin komt nooit alleen. Ik heb er nooit zo'n laf insect gezien als die spin. Komt altijd in een grote groep. Ja, met zo'n leider die voorop loopt. Nou, die leiders die herken je heel snel. Je hebt zo'n hanenkam, heel veel gouden kettingen. Die loopt wel... Shut up, fool. En dan laten ze de kleinste zakken, want ze kunnen gewoon door de klamboe heen. Mensen, de volgende ochtend, ik werd wakker. Ik heb elke moedervlek opengetrokken. Ik denk, dat is er een. Oh, nee. Helemaal paranoia. En om niks, hè, want ik ben niet gestoken. Helemaal niks. En de zon die scheen, het was weer warm en ze hadden een emmer water naast iedereen zijn stretcher neergelegd om je te kunnen wassen. Dat vond ik zo aardig van die mensen. Ze hebben 1,5 uur gelopen voor water te halen. Want dat plan had een put aangelegd. Toen zei ik nog, waarom niet hier in het dorp? Oh yeah. Ja. Ja! Dan moeten ze 1,5 uur lopen, man. Maar goed, dan hadden ze wat te doen. En 1,5 uur lopen. En dan krijg je een emmer water en daarmee moet je je wassen. En dat is ongeveer 10 liter. En het lukte, man. Je houdt water over. Kijk, wij gebruiken namelijk, als we gaan douchen, gemiddeld 100 liter. Kijk, en ik vroeger nog meer. Maar dan deed ik de douche aan en dacht ik, ah, nog even iets pakken. Kennen mensen dat? Dat je er niet gelijk onder staat. Je doet de douche aan, dan ga je nog even voelen wanneer het warm wordt. En denk je, even iets halen. Kennen mensen dat of niet? Even naar de Albert Heijn, even een shampootje halen. Ja, dat soort dingen. En daar 10 liter water, man, dan kun je gewoon mee wassen.